gaat het komen, dames en heren. Ben je er klaar voor? Niet aan, hè? Niet aan. Het eerste Norbushoes in Almelo. Ja, dat is een hartstikke mooi burgerinitiatief. Dus ik ben heel blij met dat de heren Komman en Trommel echt hebben volgehouden de afgelopen jaren, zeg maar. Want het is wel even een ontwikkeling geweest natuurlijk, om dit zo te krijgen als, zoals we het hier vandaag aantreffen. Maar een hartstikke mooi resultaat. Echt een ontmoetingsruimte voor de wijk. En daar ben ik als wijkwethouder natuurlijk best trots op. Het is een aanvulling op het wijkcentrum. Omdat daar de mogelijkheid niet is om gewoon even binnen te komen, kopje koffie te drinken. Het is allemaal georganiseerd. En dit is inloop. Mensen kunnen koffie drinken, er worden activiteiten georganiseerd. Kleinschalig. Maar het is ook een bewonersinitiatief, hè? Dus het is door de bewoners en voor de bewoners. Mijn naam is Tom Komman en ik ben voorzitter van het Norberhoes. Kunt u mij eens rondleiden? Doe maar, kom maar mee. Rechts slaan we even over. We gaan eerst naar het mooie gedeelte. Nou, hier is het lekker druk. Dit is de ontmoetingsruimte. Waar we koffie, thee, koek en alle lekkers. En waar heel veel, hoop ik, gezellige gesprekken gaan plaatsvinden. Het is een wijkcentrum. Dit is de wijk Windmolenbroek, grootste wijk van Almelo. We hebben een wijkcentrum, maar daar kun je niet zomaar terecht voor een kopje koffie. Hier wel. Het wijkcentrum doet hele goede dingen voor yoga, kickboksen en noem maar allerlei clubs op, fotoclub. Wij zijn echt de koffie. Ik zal maar zeggen, koffie, het bloed van de ontmoeting. Maar is dit nou ook een voorbeeld voor andere wijken? Dat zou heel goed kunnen. We hebben natuurlijk wijkcentra, maar wat je hier nu ziet, dat is echt een initiatief dat vanuit de samenleving komt, vanuit de wijk komt. Ja, en als dat op andere plekken ook gebeurt, ja, dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Hier ziet u allemaal leuke tafels en stoelen, dat is de leestafel. Hier tussenin zit een rek met boeken. Die kun je meenemen. Je kunt boeken inleveren, je kunt boeken meenemen. Die kast die je daar ziet is van de bibliotheek, dat is voor bestelde boeken. Dus als mensen boeken besteld hebben op de site, dan kunnen ze zeggen dat die hier staan. Kun je aangeven de plek. En dan kun je ze hier ophalen. Als je het uit hebt, kun je dat in een box gooien en neemt het weer mee. Dus we hebben een samenwerking met de bibliotheek. Nu weten we dat er veel gesprekken zijn geweest over bezuinigingen op wijkcentra. Is dit niet een beetje een voorportaal van hoe het ook kan? Nou, wat eigenlijk de partijen die nu de coalitie in Almelo vormen hebben afgesproken, is dat de wijkaccommodaties dat die er blijven. Dat zijn ook vooral de wijkaccommodaties waar wij samenwerking met het bedrijf Acre hebben. Die zorgen voor het beheer en exploitatie daarvan. We hebben gezegd, wij gaan nu niet voor sluiting in deze coalitieperiode, als het ware, deze collegeperiode. Maar we gaan wel kijken hoe we het beheer en de exploitatie en het onderhoud slimmer en efficiënter kunnen doen. Dus dat gaat sowieso wel gebeuren. Maar deze ontmoetingsruimte, als het ware, die concurreert in die zin niet met de wijkaccommodaties. Dus dat zijn twee aparte trajecten, moet je als het ware zien. Dit is ook een stuk kleinschaliger en daarom concurreert het ook niet met elkaar. Het aantal mensen wat wij verwachten, laten we zeggen, ik hoopte 50 per dag of zo, 100. Maar het is te klein voor. Ja, het klopt, het is te klein. Maar 50 kunnen we aan. Maar hoe het gaat lopen, we hebben er echt geen idee van. Het is, ik denk dat het gaat worden. Dat voel ik nu wel, als ik de mensen om me heen hoor. En ik ook zie hoe mooi het pand geworden is. Ik wil hier bij haast niet meer weg als ik hier ben. En ik hoor het van meer mensen, dat ze het gewoon ontzettend leuk vinden. Dus ik denk dat mensen hier wel gaan komen.